Wat zou je kunnen doen met een draad 1000 keer dunner dan deze? Volgens de kenners zijn de mogelijkheden eindeloos. De techniek om deze nanovezels te maken heet elektrospinning. En de machines om dat te doen worden gemaakt hier in Gelderop. Dag Jan. Goedemiddag. Hoi. Elektrospinning, de apparaten daarvoor maken jullie. Hij is in werking, maar ik zie het niet. Nee, dat klopt, want het vezeltje wat we hier maken is zo dun, dat kan je eigenlijk bijna niet meer zien met het menselijke oog. Goed, die techniek, dat elektrospinning, hoe werkt dat nou eigenlijk? We hebben een plastic vloeibaar gemaakt door middel van een oplosmiddel. En dat vloeibare plastic, dat ejecteren we door die dunne naald die hier op en neer beweegt. En vervolgens gaan we met een elektrisch veld, gaan we aan die druppel vloeibaar plastic trekken. En trekken we daar een hele dunne vezel uit, die vervolgens op de collector wordt opgevangen. Goed, het is heel leuk, die hele dunne vezels, maar wat kun je er eigenlijk mee? Ja, de toepassingen van elektrogesponnen materiaal die zijn eigenlijk legio. Je kan bijvoorbeeld denken aan geavanceerde stoffilters. Maar je kan ook denken aan toepassing van elektrogesponnen materiaal in touchscreens van bijvoorbeeld mobiele telefoon en je tablet, om daar de werking beter van te maken. Maar jullie richten je voornamelijk op de medische toepassingen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Wij richten ons met name op de medische toepassing van elektrospinning. Een van onze klanten is het VU Medisch Centrum uit Amsterdam. En samen met hun zijn we een product aan het ontwikkelen om baarmoederverzakkingen bij vrouwen te kunnen verhelpen. Het is natuurlijk allemaal leuk en aardig, die technologie, die ontwikkelingen. De vraag is, werkt het ook echt? Theo, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie gaan het gebruiken in het VUMC, die techniek. Zeker. Wat is nou het grote voordeel van dit nieuwe materiaal voor jullie? Het is de manier, dus meer de structuur van het materiaal wat het heel bijzonder maakt. Het is een heel fijnmazige structuur en daarmee kom je eigenlijk op het niveau van wat cellen eigenlijk goed aan kunnen pakken. En de vorige gaasjes, structuren die je gebruikt waren veel te lomp eigenlijk voor het lichaam. Kun je het eens laten zien, want je hebt hier een voorbeeld. Ja, ik heb hier een voorbeeld van, dat is misschien aardig om te zien. Die worden gemaakt van gebreid materiaal, dat ziet er eigenlijk zo uit, vergroot. Maar voor een cel is dat toch een heel groot glad oppervlak. Terwijl als je hier kijkt, dan zijn die fibers ongeveer 100 keer kleiner in diameter. En die cellen die vinden dat wel fijn, want die kunnen ze beetpakken en dan kunnen ze lekker op uitspreiden. We verwachten vooral de complicaties flink terug te kunnen brengen. Als je bedenkt dat in dit geval het aantal complicaties binnen 2 jaar toch ongeveer rond de 30% ligt. Dat is heel veel. We hopen dat daarmee het probleem heel erg ver terug te kunnen brengen. Dit zijn de matjes eigenlijk die het VU Medisch Centrum wil gaan gebruiken. Ik kan me zo voorstellen dat dit niet het enige is, medisch gezien. Nee, zeker niet. Met elektrospinnen zijn tal van andere biomedische producten te maken. Enerzijds heb je permanente implantaten. Onderdelen die worden geëlektrosponnen en die in het lichaam geplaatst worden en daar blijven. Een voorbeeld is een van onze klanten, dat is een klant in Amerika, die maken met onze machines luchtpijpen. En er zijn het afgelopen jaar alleen al 4 patiënten van een nieuwe luchtpijp voorzien die op onze machines gemaakt worden. En als je nog een stap verder gaat, zijn we inmiddels zelfs in staat om met onze machine complete hartkleppen te maken. Dit wordt in het hart geplaatst, verblijft daar ongeveer 1 week of 3. En in de tussentijd nemen de menselijke cellen het over om weer een natuurlijke hartklep te gaan vormen. Maar we verwachten dat binnen 3 à 5 jaar de eerste operaties plaats zullen vinden, waarmee dus aderen en hartkleppen in het menselijk lichaam gebracht zullen worden. Ontzettend snel. In medische termen inderdaad is dat ontzettend snel, ja. De materialen die met jullie machines worden gemaakt, die kunnen een revolutie betekenen in de medische wereld. Het moet nog allemaal flink groeien. Waar gaat dit naartoe hier in Gelderop? Op het moment dat onze klanten dadelijk hun producten uitontwikkeld hebben en ze op de markt willen gaan brengen, dan is het de taak van IMA Technologies om dan te zorgen dat we ook de productiecapaciteit kunnen leveren voor die bedrijven, zodat die producten in grotere aantallen gemaakt kunnen gaan worden.